In de stromende regen reden we met haar auto naar de West India Docks en arriveerden even voor 4:00 's middags bij de krant. Het archief is openbaar. We hebben elke krant die ooit is gedrukt gedigitaliseerd. Iedereen kan hier ons archief doorzoeken. We liepen langs de receptie waar nu een collega van haar zat en kwamen via een lange gang bij een blauwe deur. Dit is de blauwe kamer, het centraal archief. Ze opende voorzichtig een deur. Binnen was niemand aanwezig. Overal langs de wanden stonden grote lompe kasten waarin trommels zaten die door middel van een elektromotor rondgedraaid konden worden. Elke trommel had weer 6 bakken die ooit gevuld waren met kaarten en microfiches. De fiches waren gesorteerd geweest op jaar en maand. Naast elke kast stond een tafeltje met een reader. Ja Hugo, dit zijn relicten van de oude tijd, voor het digitale tijdperk. Michilla liep door naar een wand waaraan verschillende tafels stonden, met elk een beeldscherm en een toetsenbord. We gingen aan een tafel zitten en met snelle tikken toetste Michelle enkele zoektermen in. Er verscheen een lijst met items op het scherm. Ik scande met mijn ogen de lijst en het viel me op dat er nog zoveel actualiteiten in mijn geheugen waren blijven hangen. Plotseling slaakte Michelle een gilletje en met haar wijsvinger wees ze naar een krantenkopje op pagina 4 van 14 maart 1989. Poollicht verrast wetenschap. Een kort berichtje waarin werd gemeld dat de vorige avond rond 10 uur een intens poollicht boven Engeland te zien was geweest. Onverwachte en heftige zonneuitbarstingen waren de oorzaak van dit Bengaalse vuur geweest. Ik keek Michelle aan en kon de verleiding haast niet weerstaan om haar om de hals te vliegen. Opnieuw een groot toeval dat juist dit noorderlicht op 13 maart had plaatsgevonden. Als gevolg van onze extase hadden we niet opgemerkt dat er iemand was binnengekomen. In de deuropening zag ik plotseling de interne bode met open mond naar ons kijken. Toen mijn blik hem trof, kuchte de man en zei tegen Michelle dat hij graag wilde afsluiten. Ze knikte naar hem dat dat oké was. Kom, we praten verder bij de corner. Heb je honger? Michelle trok me aan de mouw en keek me ondeugend aan. Ik hoopte dat de bode het niet gezien had. Hij was echter alweer verdwenen. Alleen als ik mag betalen, zei ik en drukte tegelijkertijd mijn wijsvinger tegen haar neus, die onder deze druk grappig van vorm werd. We spoedden ons naar de auto en reden, nog steeds onder de indruk van onze vondst, naar het restaurant. Voor mij was het niet alleen de vondst. Het was erg druk rond deze tijd in de corner, maar we vonden toch nog een tafeltje voor 2 en bestelden beide een soep en het dagmenu. Terwijl even later de tomatensoep geserveerd werd, theoretiseerden we verder over het poollicht en de bizarre datum. Wat ons bezighield was vooral de vraag of er daadwerkelijk een relatie bestond tussen het poollicht van 13 maart 1989 en het tweede geheim van Fatima. Ben je goed in rekenen, Hugo? Ja, en ik pakte uit de binnenzak van mijn colbert mijn smartphone. Wat wil je weten? Nou, welke datum ligt exact 286 dagen na 13 maart 1989? Ach, natuurlijk! Riep ik bijna te hard en begon direct de dagen van de maanden bij elkaar te tellen. Ik kom uit op... en drukte voor het laatste plustoetsje. Op kerstavond, dus de avond van 24 op 25 december 1989... Heb je de uren ook meegeteld? Wat bedoel je? Nou, het getal is toch 286,1? Ja, je hebt gelijk. Waarbij ik bedenkelijk fronste. Hoe bereken je dat ook alweer precies? Je moet ervan uitgaan dat het poollicht van 13 maart zijn grootste intensiteit rond 10:30 bereikte. Dan kom ik uit op... op exact 12:00 's nachts. Het begin van eerste kerstdag. Dat verwijst nog steeds niet naar de bekering van Rusland. Nou, dat weet ik niet. We hadden in die dagen toch de val van de Berlijnse muur? Ja, maar dat was nog geen bekering van het Russische volk. Het volk is nooit afvallig geweest. In stilte is het geloof gewoon beleden. Ik ben in de 70e jaren eens in Litouwen geweest. Destijds een onderdeel van de Sovjetrepubliek. En heb een heuvel
zo'n 12 kilometer ten noorden van de stad Xiaoyilai, met duizenden kruisbeelden gezien waar mensen hun gebeden prevelden. Een heuvel met kruisbeelden? Om welke reden? Ik pakte opnieuw mijn smartphone en zocht een afbeelding van de kruisheuvel op internet. Terwijl ik haar de foto ervan liet zien, vervolgde ik: nou, ik vermoed dat nabestaanden van mensen die in de wrede en woelige Russische geschiedenis zijn omgekomen, of tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld, hier een kruisbeeld plaatsten. Vergelijk het met een gedenksteen voor de onbekende soldaat. Het was in ieder geval heel indrukwekkend. Michelle zweeg en depte haar lippen zachtjes tegen een servet, waarbij het rood van de tomatensoep en het purper van de lippenstift vreemd in elkaar overliepen. Bij de gedachte aan Rusland en de Kruisberg schoot me plotseling te binnen dat er in de kerstnacht van 1989 toch iets belangrijks was gebeurd. Nu weet ik het, Michelle. In de kerstnacht, exact om 12 uur 's nachts, heb ik een Eurovisie-uitzending gezien. En we zaten met enkele paters in de refter van ons klooster toen een Duitse zender een uitzending begon van de eerste vrije kerstviering vanuit, ik dacht, Litouwen. Na al die jaren van onderdrukking en vervolging van de christenen en joden en het verbod op het vieren van de heilige mis, werd in een kerk de kerstmis opgedragen. Het was heel aangrijpend. Ik verbleekte voelbaar bij de gedachte dat er geen beter teken van bekering van Rusland denkbaar was, exact 286,1 dag na het poollicht. Kerstmis was het baken geweest waarop de hemelse machten zich hadden gericht. Kerst, het feest van de vernieuwing, de geboorte van Christus, de nieuwe tijd, een nieuwe wereldorde. Michelle was er duidelijk van onder de indruk. En heeft president Gorbachev niet enkele weken later een ontmoeting met paus Johannes Paulus gehad? Ja, dat was in januari 1990, dacht ik. Zou hij dat Arsik dit ook geweten hebben? Hij lijkt me een echte Reinhard de Vos, dus het zal wel. Dus zullen we hem te zijner tijd dit moeten vragen, subtiel en zonder details van onze ideeën te verraden. Om onze ontdekkingen te vieren bestelden we een lekkere pomerolwijn van 1986. En we lieten ons het inmiddels geserveerde eten extra lekker smaken. Wat later in de avond nam ik afscheid van Michelle met de belofte om de volgende dag samen een bezoek aan de grafstenenhandel te brengen. Ik zou haar om 11 uur 's ochtends thuis ophalen. Omdat Michelle eerst nog een paar uurtjes naar haar werk wilde gaan en ze geen garantie kon geven dat ze inderdaad op tijd thuis was, kreeg ik een sleutel van haar appartement. Bij het afscheid nemen voor de deur van haar woning merkte ik aan een bepaalde beweging van haar lichaam dat ze me had willen kussen. Ik zag de remming van haar hoofd, doch ze kon het tuiten van haar volle lippen niet meer verbergen. Ik kwam mezelf en haar tegemoet door mijn handen op haar schouders te leggen en een zachte kus op beide wangen te geven. Enkele ogenblikken later zat ik in mijn auto en zocht in de druilerige avond mijn weg naar het hotel. Terug op mijn hotelkamer overdacht ik de uren met Michelle. Het was me opgevallen dat haar geniale en haast esoterische kennis een sterk contrast vormde met haar functie als receptioniste. Ergens liep die combinatie mank. Met haar intellect, interesses en analytische vermogens zou een managementfunctie haar niet hebben misstaan. Maar misschien flatteerde ik haar wel.